mijn borst. Op mijn borstkast. Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het regent buiten. Best wel hard. Het is nu rond 12 uur bijna. Het is nu 10 voor 12. Ik heb nu een sweater aangetrokken. Deze van de H&M. Met erop de Force. De broek komt van de Bershka. En nog geen schoenen. Maar ik denk dat mijn fans dat doen. Gewoon lekker de outfit van gisteren aandoen. En ja, gisteren was bowlen echt leuk. Ik heb echt super naar mijn zin gehad. Het was echt, het is echt leuk. Maar ik baal wel. Want kijk. Ik weet niet of je het ziet op camera. Maar het regent. Ik weet niet of jullie het zagen op camera. Vandaag was het dus het plan om naar de Bogaard te gaan. Maar ik weet dus niet of dat nog doorgaat. Ik ga dat heel even navragen bij mijn moeder. Of dat nog doorgaat of niet. Ik heb geen idee namelijk. Dus dat. En dan ga ik nu even naar beneden. Even sokken pakken. Want ik heb koude voeten. En dan gaan we... Weet ik nog niet. Jullie zien wel wat de planning eigenlijk wordt vandaag. We moeten sowieso wel naar het postkantoor om even pakketjes op te halen van de H&M. Wat we hebben besteld. Ik weet nog niet of ik het in deze vlog doe. Of in een aparte shoplog. Maar dat ga ik jullie wel gewoon vertellen in deze vlog. En ja. Yeah, let's get started with the day with the rain. Dus, let's go. Bestelling is er binnenkort op mijn YouTube kanaal shoplog. Yes. Oké, we zijn dus nu thuis. We gaan allerlei items passen en dan laat ik het zo meteen zien in de vlog of een shoplog. Ik ben nog steeds niet daarvoor uit. Maar kijk, hier zijn al mijn items die ik heb besteld. Ik kan jullie wel een preview geven van deze superleuke armbandjes, maar die gaan jullie uitgebreid zien in de extra video. Dus ben je benieuwd? Gaan we zeker even checken. Dus, let's go. Ik ga verder passen. Ah. Als je kunt zien, zit ik nu in een shoplog setting. En ik dacht, weet je, ik doe het lekker in de vlog. Want het is toch wel toepasselijk om dan weer dit te doen. Omdat dit vandaag is gebeurd. Blablabla. Jullie snappen me. Dus, laten we beginnen. Als eerste bij de hele grote H&M shoplog. Zo, die heb ik online besteld. Als eerste heb ik deze armbandjes besteld. Superleuk. Een setje van 3. 1, 2, 3. Superleuk. En deze waren maar €2,99 voor 3. Jullie denken, heeft hij deze bril ook gekocht? Nee, die heb ik niet gekocht. Die had ik al. Dan, hoe heet het volgende? Als eerste deze, dit broekje. Het lijkt heel groot, maar ik ga hem superleuk combineren. Hij was best wel slim fit. En deze was €6. Dan het volgende, dan heb ik voor op dit broekje, ga ik dit overhemdje combineren. Superleuk. Deze. En deze was ook €6. Dan heb ik een beetje ingeslagen op de korte broeken. Ik heb als eerste dit roze broekje. En deze was €5. En dan heb ik diezelfde broek. Heb ik ook in het legerprint met deze superleuke broekje. Superleuk. Ik ga er een beetje snel doorheen omdat ik dan het niet een heel lange video wil laten worden. Dan heb ik dit witte blouseje ook heel erg leuk voor op deze. Of op deze. Of op deze. Superleuk. En deze was maar €3. Dan heb ik een kaki groene shirt gekocht. Superleuk. En deze was €4. Dan heb ik 2 pakketjes omgeopend. Maar hier zitten mijn hemdjes in die ik altijd draag. En die zitten super fijn. Ik heb een maatje L besteld. Want mijn tip is, koop altijd bij dit soort dingen een iets kleiner maatje. Een maatje kleiner. Want het wordt zeg maar allemaal wel strak. Zeg maar. Dus tip van mij is deze. En deze waren maar €3,99 voor 1. Dus ik heb het al €7 betaald voor deze. Dan heb ik een heel leuk shirt besteld. Hoe zit dit? Dit shirt, een leger shirtje. Ja, super zin in.
winnen, moet ik zeggen. Maar deze heel erg fijn. En deze was 7. Nee, deze was 6 euro. Sorry. En dan het klapstuk van de paal. Heb ik weer iets besteld van de Justin Bieber merchandise. Ik heb al een sweater. Ik heb al dit shirtje. Die gaat trouwens ook mee op vakantie. Maar toen kon ik deze niet laten liggen. Die vond ik ook heel erg leuk. Met op de voorkant Bieber. En op de achterkant een hele grote foto van hem. En die vind ik wel leuk om gewoon te combineren met een spijkerbroek of zo. En dan ben je good to go. En deze was 10 euro. Dan heb ik ook nog wat beauty dingetjes gekocht. Dus eerst wat non-beauty. En dat is deze verpakking van Oreo. Die zitten er 36 in. En deze waren maar 2,50. En ik ben dol op Oreo. En zeker zo'n hele grote verpakking. Want ik ga straks lekker een serie kijken. En dan ga ik deze lekker eten. Maar zo meteen ga ik avond eten. Dus daarna. Dan heb ik deel gekocht. En dit is de Man Invisible Antiperspirant 0% alcohol 48 uur. Deze. Deze is 1,29 euro. Trouwens, ik moet je dat helemaal niet vergeten. De items van die ik net heb laten zien. Die ga ik nu niet laten zien, zeg maar, qua aanbeelden. Want die ga ik allemaal lekker aandoen in de vlogs. In de vakantievlogs. Super zin in. Dan heb ik nog foto's laten drukken. Super leuk. Die ga ik jullie nu laten zien. Het waren er 3. Maar ik wil hierachter weer ook een hele leuke collage gaan maken. Deze. Met The Man. Kai Leroy. Deze met Rachel, Femke, Marleen, Ruby en Amy. Vond ik heel erg leuk voor aan de muur. En dan with my sister and best friend, this girl, Jamira. En deze staat ook op mijn Instagram. En hier gingen wij naar Hellendorf. Vorige week was Hellendorf. Superleuk. En dan het laatste wat ik heb gekocht, dat was volgens mij in de aanbieding. Ik weet het niet. Even kijken. Ja, die was een. Nee. Ik weet het niet eens meer. Nee, ja, deze waren in de. Deze waren in de aanbieding. Ja. Oh my god, deze waren dus in de aanbieding. Deze. En eentje neem ik mee op vakantie. En eentje gebruik ik hier. Dit is de conditioner, de anti-klit shampoo conditioner nu. En ik vind deze onwijs fijn. Het werkt gewoon goed. En ja, ik heb best wel veel klit in mijn haar. Dus deze. With that chickie aan de voorkant. Dus die. En hier heb ik uiteindelijk maar 2 voor 2,50 betaald. Dus eentje gaat mee op vakantie naar Frankrijk en Spanje. En die ander gaat gewoon hier gebruikt worden. Want met zo'n tube doe ik denk ik toch wel 2 weken. En toch 2 weken voor de vakantie. Leuk. Trouwens, er kwam vandaag iets super kuts online. Ik had per ongeluk 2 vlogs vandaag ingepland. En dat was dus niet de bedoeling. Maar die vlog stond al 53 minuten live. Die tweede die heb ik snel weer privé gezet. En die komt woensdag online. Maar als je deze vlog 10, staat die online voor jullie. Dus dan waren dit al mijn geshopte items. Dan bedankt voor het kijken. En dan gaan we door naar de vlog. Ik lig in bed. Ik lig met Quinty. Quinty wil niet op camera. Maar 1 ding weet ik zeker. We plunderen deze Oreo. We plunderen deze Oreo. En we kijken ook de vlog van Bootje. En ik heb net de vlog die jullie hiervoor hebben gezien. Heb ik hier van het bolen. Nou. Van het bolen. Die is nu aan het opslaan. Die is nu aan het opslaan. En ja, ik weet niet hoe plundert ook die Oreo. Hij ligt hier op mijn bocht. Op mijn borstkast. En ja. Ben benieuwd. Wat voor. Oh my god, mijn oreo valt helemaal uit elkaar. Ben benieuwd trouwens wat voor proefvideo jullie hierna willen zien. Ik dacht zelfs aan toetjes. Vind ik ook leuk. Of aan drank. Of aan drinken. Of aan waren eten en zo. Dus dat.
En I love my nieuwe armbanden van Gucci. Grapje van aannemen. Mijn zus is helemaal uit te lachen. Kijk, die Oreo. Vroeger nam ik altijd Oreo en dan ging ik altijd draaien, dippen, eten. Maar hier liggen nog Oreo. Wow, waar komt deze Oreo vandaan? Dit is zo lekker. We gaan nu weer de vlog kijken. Wat moet je? Inmiddels is het alweer een paar uur later. Ik ben hier nu de vlog aan het uploaden voor jullie. Voor de 28e. Als je deze vlog ziet, staat hij online. De vlog heet Bowlen is niet echt mijn ding. Ik heb nu ook hier een YouTube schema gemaakt. En daar staat dan zeg maar bij. Ik ga het gewoon laten zien. Weet je niet, zien het toch al. Als ik kijk naar deze week. Misschien staat er hier de dag. En dan heb ik hier geëdit en geüpload. En dan heb ik de vlog die nu aan het uploaden is. Die komt vrijdag online. Dus dan ga ik deze heb ik geëdit. En die komt en geüpload. En deze vlog die jullie nu zien, die komt op 30 juli online. Dus super zin in. Dus dat. En voor de rest ga ik zo lekker slapen. Het is nu rond 10 over 11. Morgen wordt ook een super leuke dag. Maar dat zien jullie in de vlog van 1 augustus. Oeh, wat zal dat zijn? Samen met Jamira gaan wij skiën en snowboarden. Super zin in. En mijn moeder is dus bang dat ik iets breek. Maar ik ga gewoon heel voorzichtig doen. Ik heb dat ook tegen Jamir gezegd. Dus bij deze ga ik gewoon ook deze vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Voor deze vlog nou leuk. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet te volgen op Instagram, Snapchat en Twitter. Dan ben je als eerste op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Of een oproepje heb voor Snapchat, Q&A's of Q&A's in het algemeen. Dan bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Oh my god, dan ga ik snowboarden. Ah. Dus tot de volgende keer. Doei doei.